Ik ben lid van Pathé. Ik heb zo'n Pathé Unlimited pas. En ik ga met echt veel plezier naar de Pathé bioscoop. Voornamelijk in Amsterdam, Amsterdam Arena. Ik heb hem al 10 jaar. Dat is een lange tijd. 10 jaar lang. Elke maand ga ik wel 2 keer, minimaal 2 keer naar de film. Oké? Het kost tegenwoordig ongeveer ja, 19 euro. Dus om je kaartje, tenminste om dat geld eruit te halen, moet je wel minimaal 2 keer naar de film gaan. Dus ik ging afgelopen weekend ging naar de film met mijn vriendin. En ik had een e-mail van de Pathé gekregen. Daarin stond: Hey Jorel, leuk dat je al 10 jaar een trouwe klant bent. En dat je al 10 jaar met veel plezier naar de Pathé komt. Bij je volgende bezoek hebben wij iets leuks voor je. Dus ik denk van, oké, ik ben wel benieuwd. Dus ik ga naar de film. Ik ging eerst de film checken. En toen kwam ik terug. Bij de kassa liet ik mijn QR-code scannen. En toen kreeg ik van deze aardige medewerker een goodie bag. Ik denk mezelf, weet je wat, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Dus ik neem hem gewoon heel met open armen neem ik het gewoon aan. Maar ik heb die goodie bag gewoon nog steeds niet uitgepakt. Dus dat gaan we nu even doen. Oké? Ga je meekijken. Bang! Dit is de goodie bag. Mijn batterij is bijna op. Ik ben zo terug. Oké, daar zijn we weer. Dus waar was ik gebleven? Bij de Pathé Goodie Bag. Bam! Een leuke gele goodie bag. Gewoon met het logo van Pathé. Je ziet hier de haan die zegt Pathé! Met de uitroepteken. Cool. Oké, dus we gaan hem even uitpakken, oké? Twee IMAX-brillen. Die krijg je er niet bij. Deze had ik meegenomen omdat ik naar Fantastic Beasts en Where to Find Them ging. En dat was in de IMAX. Hele leuke film trouwens. Bang. Moet je gewoon checken. Unlimited tanks. Zie je hem? De tanks van Pathé Unlimited. Nou, hier hebben we dus dat Pathé-beeldje. Gaan we hem even openmaken. Oh, wow. Pathé tanks-beeldje. Omdat ik 10 jaar een Pathé Unlimited klant ben geweest. Of ben. Ik ben er nog steeds. Wauw. Great. Wauw. We hebben een giftcard, een voucher. Ik ga hem gewoon even openmaken. Gewoon even openmaken. En kijken. What's good. Bam. Hier is hij dan. Ter waarde van 5 freaking euro. Laat me even één ding zeggen, ja. Ik ga altijd met mijn vriendin naar de bioscoop, omdat we allebei gewoon een Pathé Unlimited kaart hebben. En, wat heb ik dan hieraan? Weet je? Oh ja, nou, ik ga hem wel gebruiken, want zoals je weet, consumptie bij de Pathé is best wel prijzig. Een drankje en een popcorn, en dan ben je al gewoon zo 5 euro mee kwijt. Dus, nou, thanks. We hebben ook nog deze. Dit is dus de poster. Als deze poster er net zo uitziet als de voorkant van deze Unlimited Thank You Card. Hey, raam me op. Raam me op. Dus we gaan hem even openmaken, jongens. Tof hoor. Best wel strak. Alright, here it goes. Here it goes. Woe! Deze gooi je gewoon lekker weg. En deze rollen. Mensen, het is gewoon de grote versie van die thank you card, mensen. Het is gewoon de grote versie. Pathé, wat tof van jullie. 10 jaar ben ik fucking Pathé Unlimited klant. En dit is de. Hey, get the fuck out here, man. Gewoon deze kleine. Hij zet jullie in een grote versie. Ah, y'all crazy. Sorry hoor, dit is gewoon echt karig. Bah. Ik had op zijn minst gedacht van. Oké, weet je wat, we geven mensen die 10 jaar klant zijn van Pathé Unlimited wel iets toffers, man. Gewoon, ja, niet dit. Dit is gewoon echt wack. Als ik een bedrijf heb wat ik wil hebben en ik heb mensen die lid zijn van een of andere dienst binnen mijn bedrijf voor 10 jaar, dan ga ik ze geen poster sturen waarvan je ook nog een keer de kleine versie hebt als een thank you card. En zo'n wack-ass beeldje. Nee man, ik had op zijn minst wel verwacht dat we misschien
Ik wil een half jaar korting zouden krijgen of zo. Want die shit is best wel duur, weet je. Pathé Unlimited, no, die normale is wel 19 euro. Laat staan als je gold hebt. Die is 26 euro. Hé, hey, ja, had zelf op zijn minst de mensen die nog steeds Pathé Unlimited hebben, de normale, de mogelijkheid kunnen geven om gewoon te upgraden naar Unlimited Gold. En dan misschien gewoon 2 maanden of zo gratis abonneekosten te geven. Pathé is stelt echt teleur. Maar goed, well, thank you. Want die giftcard ga ik wel gebruiken van 5 euro bij mijn volgende bezoek. Want nogmaals, jullie consumptie is best wel prijzig. Maar oké, okay, you know, that's it. Dus, hey mensen, dat was het. Peace. That is fine by me.